Tomorrowland goed voor 180.000 bezoekers. Maar als het aan enkele misnoegde buurtbewoners ligt, dan moeten die binnenkort allemaal verhuizen wegens ja, te veel lawaai, te veel overlast. Terecht of onterecht? Hier zijn Griet Knudde en Serge Platel. Mevrouw Knudde, meneer Platel, welkom. Ja. Ja, mevrouw Knudde, u bent advocaat. U verdedigt een aantal buurtbewoners die, als ik het goed heb, een kort geding gaan aanspannen. Wat is er van aan? Wat is het probleem? Het probleem is een typisch probleem van festivals en van grote evenementen. Het probleem zit eigenlijk bij de geluidsoverlast. Ja. Goed. Ja. En daar kunnen ze niet mee leven. Wel, dus... laten we zeggen, het is de 10e keer dat het doorgaat. Hè. Ja. Het heeft al 9 keer plaatsgevonden, ja. 1 weekend. Maar nu gaan we naar 2 weekends. Waarbij je van donderdag tot en met zondagavond een dansevent hebt. Ja. Dan is er 3 nachten rust, als ik het zo mag noemen. En dan begint het weer opnieuw. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En dat kan zo niet meer. En op verzoek van die mensen stapt hij dus naar... Hoe ver staat u daar? Wel, ik denk dat we daar nog een voorbehoud moeten bij maken. We gaan dat zien. Het is zeker niet de betrachting om dat procedureel te gaan uitspitten als het niet nodig is. Het is de bedoeling om te werken aan een oplossing. Maar de vraag is natuurlijk wel of we die oplossing kunnen bereiken. Want uiteraard zijn daar ook een aantal technische inconvenienties. Hè? Ja, maar vindt u wel dat die mensen een punt hebben? Ik vind absoluut dat die mensen een punt hebben. Meneer Platel, u bent voorzitter van de Federatie van de Vlaamse Festivals. Hè? Directeur, ja. Ja, en ook gedelegeerd bestuurder van het Festival van Vlaanderen Gent. Ja. Wat vindt u van dit manoeuvre? Dat zou een zeer spijtige zaak zijn natuurlijk. Je moet weten, er zijn meer dan 300 festivals in Vlaanderen, waardoor we uniek zijn in de wereld. Mm-hmm. Meer dan 5 miljoen bezoekers, altijd een feest. We moeten niet zeggen, het is een feest. Festival, het feest zit in het woord. Veel vrijwilligers werken daaraan mee. Enorm veel sportkassen van voetbalclubs worden gespijst omdat ze samenwerken op een festival. Dus het is een fantastisch gegeven dat we hebben. Plus, we zijn nog eens wereldleider. We hebben een van de mooiste festivals. Mm-hmm. Waar we een enorme mooie boodschap uitdragen van iedereen samen. Togetherness, de hele wereld komt daar naartoe. Dus die ingrediënten hebben we. Maar zoals ik denk zeker mijn buurman ook weet, als men iets doet, heb je altijd tegenstanders. Vanaf dat je iets doet, heb je altijd mensen die niet akkoord gaan. En het zou jammer zijn voor enkelingen dat we nu zo'n feest zouden niet doen. Ik vind dat we, zoals de broers of de organisatoren ook gevraagd hebben al enkele dagen, van samen te zitten rond tafel. Wat is het probleem? Is het effectief een probleem? Of zijn het gewoon misnoegde mensen dingen? Is er een probleem? Hoe gaan we het oplossen? Ja. Het zijn organisatoren, ze zijn voortrekkers om met de buurt te gaan spreken. Ze doen rondleidingen. Er zijn meer dan 8000 mensen. Maar u vraagt dus om samen te zitten. Gebeurt dat dan niet? Meer dan 10 dagen. Dat kan wel. Ik praat liever niet over de zaak zelf. Toch niet in detail, omdat dat moeilijk is. Die mensen zitten hier niet van Tomorrowland. Nee, maar u vertegenwoordigt ze wel, hè? Ik bedoel, de tegenpartij zit hier niet. Dus ik heb niet graag een eenzijdig debat te voeren. Ik denk dat het inderdaad wenselijk is dat er wordt samengezeten op een constructieve manier om te kijken wat daar moeilijk is. Maar ik stel mij wel vragen bij de technische mogelijkheden om die geluidsbelasting van toch meer dan 100 decibel te reduceren naar een niveau waarbij dat de mensen, de omwonenden, kunnen slapen. Het gaat over techno, hè? Die klanken dragen ver. Dus u vindt als dat niveau niet naar beneden kan, dan moet het festival daar weg? Wat mij een beetje stoort in het volledige debat dat gevoerd wordt rond die festivals, is dat eigenlijk die mensen die niet kunnen slapen, vind ik als minderheid een beetje discriminerend worden behandeld. Wanneer iemand een feest geeft, privé, gedurende 10 dagen bijvoorbeeld, en zijn buurman klaagt, gaat niemand er een probleem mee hebben dat die buurman daar een punt van maakt. Desnoods politie belt, iedereen gaat zeggen, jongen, jij die feest geeft, jij bent verkeerd bezig. Terwijl wanneer dat zo'n festiviteit wordt gedragen door een grotere groep van mensen, dat die groep van mensen die daar last van heeft, blijkbaar geen aanspraak meer mag maken op een basisrecht. Nachtrust is een basisrecht. En dan in de hoek worden geduwd, dogmatisch, meestal stigmatiserend, van de NIMBY. Dus u vindt, het is niet omdat ze maar misschien met 5 zijn ten opzichte van 100.000, 80.000 bezoekers, dat ze geen recht hebben om te eisen van, kijk,
Wel, ik denk dat de mensen vertegenwoordigt u? Ik ga daar geen cijfer op plakken. Ik wil daar ook niet op antwoorden. 50, 500, 5000. Ik wil daar niet op antwoorden. Waarom wil ik daar niet op antwoorden? Omdat men dan terug denkt in termen van meerderheid, minderheid. Het recht van de sterkste. Ik ga ervan uit dat er minder zijn op het festival. Dat is niet, denk, zijn dat er veel of zijn er paar? Dat zijn er voldoende, anders zou ik hier niet zitten. Ik denk dat we daar een principieel theoretisch discours kunnen overhouden. Zijn die mensen ontzegd van het recht om te slapen omdat ze in de minderheid zijn? Ja. Dat is een zeer gevaarlijk iets. Hè. Als we die redenering gaan maken, dan zitten we inderdaad met een discriminatie van een minderheid van mensen die toevallig inderdaad niet zo volumineus is als die, hoeveel is het, 300.000 mensen die naar Tomorrowland gaan komen? Meneer Platel. Nog eens, ja, ik denk dat het zeer belangrijk is, zoals de vraag is, van oké, welke is de klacht, zijn de klachten grond en wat kunnen we eraan doen? Laten we eerst op die manier samen zitten, vooraleer te zeggen, die mensen zijn genegeerd. Ja, maar dus ook daar kunnen we kijken, waar is die streek, langs waar gaat het? Het gaat over 100 decibel ongeveer waarschijnlijk. Als je het bekijkt op de curve, dan heb je 4 kilometer nodig om die 100 decibel te herleiden naar 35 decibel, 40 decibel. 40 decibel is ongeveer de geluidsbelasting die we kennen in woongebieden en die het mogelijk moet maken om te slapen. Ja, 4 kilometer is natuurlijk gigantisch. Hè? Dat durf ik toch wel zeggen. Dus we gaan dat technisch oplossen. Decibels en geluid is een zeer complexe materie. Juist, ik heb het genoeg gehad om samen met de Vlaamse overheid de gehoorschade-reglementering in te vullen, samen met veel concertenorganisatoren. Dus als men spreekt van 100 decibel en 40 decibel, moet je weten wat is decibel. Dus dat is een heel moeilijke, complexe situatie. Is dat over 15 minuten? Zijn dat piekmomenten? Bijvoorbeeld als ik mijn glas laat vallen, gaan we snel aan 100 decibel zitten. Dus als die mensen hier allemaal praten, zit je aan meer dan 90 decibel. Ja. Dus de reglementering is opgesteld, hè, samen met de Schouwvliegen en met minister Schouwvliegen en het departement. We zijn daar overheen gekomen en die worden volledig gevolgd worden. Ja, maar dat gaat. Dus de schouwvliegenwetgeving is gekomen om de festivalgangers te beschermen tegen gehoorschade. De schouwvliegenwetgeving gaat eigenlijk uit van de geluidsbelasting op het terrein zelf. De hinderlijke inrichting, de milieutechnische inrichting. Wat de schouwvliegenwetgeving niet doet, is rekening houden met de ervaring, de geluidsbelasting buiten die inrichting. Daar vallen we terug op het burgerlijk wetboek en op het strafwetboek. Dat zegt sedert de Code Civiel geen nachtlawaai. Dus inderdaad, dat constructief bekijken is een optie. Maar ik denk dat men daar heel wat inspanningen gaat moeten doen, technisch, om dit festival en veel andere festivals doen enorm inspanning. Een festival gebeurt nooit door enkelingen. Dat gebeurt door een hele samenleving, door mensen die daar wonen. Die en dat heeft een goede reputatie. Een fantastische reputatie. Nagenoeg alle inwoners van Boom en omgeving vinden het allemaal prima. Dat is niet juist, nee. Maar als ik daar iets mag op zeggen. Voor jonge mensen is het evident dat dat een leuke, toffe gelegenheid is, ook als inwoner van Boom of Rumst. Maar er is ook nog een andere categorie van mensen. Er zijn mensen die in ploegen werken. Hè? Er zijn mensen met jonge kinderen, er zijn senioren. Voor die groep is het anders. En ik kan u verzekeren, de ervaring vanuit de slaapkamer van techno is totaal anders dan de ervaring die men heeft op de festivalweide. Men heeft daar het gedreun van de bastonen en men heeft niet meer die ambiance en die diversiteit dat je hebt op de festivalweide. Maar goed, we zijn ook eens, of ATV heeft eens een rondvraag gedaan. Ja, en in de Bert. Buurt daarbij, ja. Ja, natuurlijk, op zoek gegaan naar mensen die misnoegd waren. En ja, die zijn toch blijkbaar niet meteen te vinden. Ik heb zoiets van er zijn hoeveel honderdduizenden mensen die hier plezier hebben en echt veel last heb ik hier niet van. Ik bedoel, ik doe een barbecue in mijn oven en ik geniet wat mee van de muziek. Punt. Ah, mensen, hè, die reclameren altijd. Spelen de kinderen te veel, dan is het te veel water en dan gaan ze naar prijs en dan moet dat al weg. Maar jonge mensen trekken al dat niet aan. Of ik ben ook niet jong meer. Ik ben er ook al 84. Nee. Voor morgen, gerust. En ze doen wat ze willen. Dan het volk komt allemaal naar boven. Dan staan ze hier allemaal, dan blijven ze boven staan. Komen ze hier pinten drinken en dan staat er al water. Maar voor de rest. Ik zeg het, vanmorgen geen probleem. Merk het. Nog geen draakeren, hè? Maar twee keer. Moeten we niet met z'n allen wat proberen wat toleranter te zijn? Ik vind dat een totaal verkeerde benadering. Echt waar. Ik vind dat zeer beangstigend. Dergelijke invalshoek, omdat je eigenlijk die minderheid. Het gaat uiteraard over mensen die in aantal veel kleiner zijn dan degene die naar het festival komt. Monddood gaat doen. Waarom mag men nachtrust
opeisen in een gewone privaatrechtelijke situatie. En waarom is men dat recht kwijt op het moment dat degene die die geluidszender nodig hebben om te feesten, ja, en dat is dan nog zeer de vraag, ook, hè, in de meerderheid zijn. Je kunt natuurlijk voor een stukje oplossen door zelf te zeggen hoeveel mensen u vertegenwoordigt. Zolang u dat niet doet, zij de onderheven gaan dat ze rondgaan met de micro. Hè? Ja. Maar dat is gewoon een ding. Nu, ik ben vorig jaar naar Tomorrowland, gegaan. Ik ben gegaan. Ja. Ik vond dat fantastisch. Ik heb mij daar dus echt ingesmeten. Het is ook de enige optie. Tot op 20 meter van David Guetta gestaan. Hè. Dat was echt fantastisch. Ik moet wel toegeven dat als je zo 12 uur aan een stuk die een bas hoort, dat je inderdaad Sanderdaags... In feite was een 1+1. Dank u, meneer Koeken. Daar ben ik het wel mee in. Maar al die discussies hebben allemaal te maken met... Ja, wat neem je voor? Hè? Wat neem je voor? Het basisrecht van enkelen... Of een fantastisch recht... Van iedereen. Het basisrecht van iedereen. Basisrecht van enkelen die u dan extrapoleert naar iedereen. Of, nee, nachtrust. Of het recht van iedereen. Laat ons zeggen, het plezierrecht van velen. Dat gaat over Gentse Feest, dat gaat over Sinksevoort, dat gaat hierover. En ik denk het enige wat je kunt doen, want dat zegt ieder zijn waarheid. Hè. Ik kan me voorstellen dat je wel inderdaad wat mensen vindt die zegt van mij stoort. Absoluut, begrijp dat. En dat moet je afwegen. En ik denk in dit geval, je moet ook kijken, wat betekent het qua plezier, qua uitstraling van België. Op een bepaald moment kunnen we zeggen, we gaan elke avond allemaal dus samen u zegt gaan dus eigenlijk, naar thuis of familie. Ja, maar u zegt dus eigenlijk, dat is leven ook niet. Hè. U zegt dus eigenlijk, die mensen moeten zwijgen. Nee. Die mensen, nee. Of, weet wat mijn cliënten zeggen? Mijn cliënten zeggen, er zijn maar twee opties. Ja. Ofwel smijten we ons daar 2 weken in Tomorrowland. Ja. Dat is niet voor iedereen een evidentie. Hm. Mensen die in een rolstoel zitten, 70 jaar, ik zie dat nog niet doen. Een weekendje naar zee. Of echt heel tof. Ik ga ze naar u sturen. Ja, ik ga zeggen dat jij dat gaat sponsoren. Ja, ik zal voor hen een voetbalmatch of twee weken. Of 2 weken. Fantastisch. Ik ga dat straks noteren en hij mag dat tekenen. Maar mevrouw Knut, u bent ook degene die geslaagd is om de Sinkse voor te doen. Ja, maar allee, verhuizen. Kijk, ja. Bent u niet bang dan een beetje de reputatie weet van de tripbederven? Ik vind dat echt niet schoon. Advocaten die criminelen verdedigen, moordenaars... Wat hebben we allemaal? Pedofielen, verkrachters. Niemand viseert die advocaten. Ja. Iedereen, de maatschappij, absoluut, weet dat dat eigen is aan onze rechtsstaat. Dat iedereen recht heeft op verdediging. Mensen die niet kunnen slapen en blijkbaar dat recht niet. En ik heb dat blijkbaar ook niet als advocaat. Ja, jawel, ik word ook geviseerd. Ik ben de NIMBY-advocaat en de zuurpruim. Maar mevrouw, u zei daar juist van... Ja, als ik morgen in mijn... Bij mij thuis, 2 weken aan een stuk, een technofeestje geef, dan vindt iedereen het normaal dat de politie op dat moment komt en onderbreekt. En daarom dat ik zeg, je moet dat afwegen. Voilà. En in dit geval heeft de buren verdomd gelijk. Maar 170.000 tegenover x... Zeer gevaarlijke redenering in de rechtsstaat. Als men in de rechtsstaat uitgaat van het feit dat het aantal mensen daarvoor is... Maar we leven niet alleen in de rechtsstaat, we leven ook. We moeten hier afronden, maar wat ik afvraag... Meneer Platel... U toch nog even afrondend, want ik vraag me af, kan hier nog een dialoog van komen? Of... Tussen beiden weet ik niet direct. Maar organisatoren en vele festivalorganisatoren zijn de vragende partij om samen te zitten met iedereen die er rond woont. De rondleidingen zijn daar bewijs van. De voorverkoop aan de inwoners zijn daar. Ik denk dat er meer omwonenden ongelukkig gaan zijn dan gelukkig mocht het festival weg zijn. Nog eens, de vraag is daar, gaan we aan tafel zitten. Wat is het probleem? Ik ben vooral benieuwd om te weten of men dat technisch wilt aanpakken, dat probleem, want ik ben ervan overtuigd dat dat technisch wel degelijk aan te pakken is. Ik kan je niet zeggen dat die hinder volledig kan weggecijferd worden. En als daar goed wil is, modaliteiten zijn. En dan is het natuurlijk aan de cliënten, die hebben het laatste woord, uiteraard. Om... zijn met een dat noemt niet een enquête, maar hoe noemt dat als ze zo... Een volksraadpleging. Referendum. Nee, maar voor bij de omwonenden. Bij de omwonenden, bij die mensen die er zo gezegd zo willen van hebben. Dan kom je weer bij de macht van het getal en daar bent u tegen. Daar gaat je mij niet als toch bedankt voor de toelichting. Mevrouw Knudde en meneer Platel. Dank u.